Spuikleppen van de Afobakkadam zullen vanaf woensdag 9 juni worden geopend om water uit het Stuwmeer te lozen. Op die manier moet het waterniveau geleidelijk dalen. Als gevolg van zware regenval van de afgelopen 2 maanden is het waterniveau in het Stuwmeer sneller dan normaal gestegen. De spuikleppen zullen met tussenpozen open gedaan worden om rekening te houden met het getij van de Suriname rivier. Het spuien kan afhankelijk van de regenbuien tot eind augustus duren. De ministers van Natuurlijke Hulpbronnen en Regionale Ontwikkeling zijn schriftelijk geïnformeerd hierover. Ook de plaatselijke bevolking zal tijdig geïnformeerd worden.